Remember when I told you about the synchronized steps? Break that rhythm. Het thema legacy, het gaat natuurlijk over strijders, vrouwen die ergens voor gingen. Daarvan dacht ik, ja, legacy, wat laat je na? Hè? Dus de vraag was, wat wordt mijn nalatenschap? Dus sinds begin april, toen ik gevraagd was, ben ik met die vraag bezig. Wat is mijn nalatenschap? Maar goed, als je iets wil nalaten, dan moet je dus ook iets doen. En ik ben net bezig met een transitie van een ene carrière naar een andere. En het is een lang en moeizaam proces. En dus ben ik nu echt nog bezig met de vraag, heb ik alles om mezelf te kunnen dragen? En waar wil ik me echt verantwoordelijk voor voelen? Dus dat was echt zo mooi om zo'n lange aanloop te hebben naar deze voorstelling toe. En ook in deze voorstelling weet ik nu ook al dat er echt heel veel gaat gebeuren. Want daar voelden we al, daar hadden we al wat tasters van. Yellows. You can take a bit more space if you want. Widen yourself, get bigger, get wider. 12, 13 vrouwen bij elkaar, we kennen elkaar niet. En tegelijkertijd voelt het ook heel vertrouwd. Want we zijn allemaal mens, we zijn allemaal vrouw. En we hebben allemaal toegezegd om mee te doen. Dus in die zin was het dan ook weer niet onwennig. En wat we wel met elkaar delen, is van nou oké, wat gaat er nou precies gebeuren? En ja, daar ging het vandaag over. Er zijn een klein beetje tasters, een paar oefeningen gedaan om een beetje los te komen. Om een idee te krijgen waar het allemaal heen gaat.